Maureen, tweede plaats vandaag. Volgens mij hoop je bij de EK in Amsterdam ergens anders te eindigen. Ja, 5 kilometer. Ja, iets heel anders. Maar ja, 1500 meter is natuurlijk ook gewoon... ja, Rio, dat blijft wel mijn grootste doel. Maar ja, op de EK wil ik gewoon goud op de 5. En ja, om die afstand te kiezen, ik denk dat ik dan de meeste kans maak. En bij de 1500 meter is dat nog even anders. Dus ja, dan ga je voor iets meer zekerheid. Ja. En waarom wil je die plak zo graag in Amsterdam? Ja, er is niks mooiers dan goud winnen natuurlijk in Nederland. En ja, kijk, goud, brons is mooi, zilver, maar goud is het ultieme. En ja, ik wil gewoon heel graag dat Wilhelmus ook een keer horen. Dus ja, dat is wel een van mijn dromen. En ik hoop toch echt dat gaat lukken, ja, in Amsterdam. En hoe schat je de kans in? Ja, ik denk dat ik zeker kans maak. En er zijn ook genoeg andere loopjes die natuurlijk ook gewoon goede 5 kunnen lopen. Maar... nee, ik denk in Stanford had ik een goede 5, maar het is lang niet wat ik kan op de 5. En ik denk met mijn snelheid van de 1500 heb ik gewoon een voordeel op het eind, ja. Oké, en hoe ziet jouw weg naar Amsterdam uit? Hierna nog een 800 meter, even wat korter. Ook voor die snelheid. Ik ga nog een Diamond League doen en nog één specifieke wedstrijd, een 3 kilometer, gewoon een U-track in Utrecht. Om, 1500 is net iets te kort. Ik moet gewoon even een tussenafstand pakken voor die 5 en dat is dan een 3, ja. En dan wordt het goud en Wilhelmus in Amsterdam. Dat hoop ik, ja. Ik ga heel erg mijn best doen, ja. We gaan het zien, heel veel succes. Ja, dankjewel.